Welkom bij de uitleg van waterstof 5 en die gaat over transport door membranen. Waar gaan we naar kijken? We gaan kijken hoe stoffen door membranen getransporteerd worden. En om dat goed te kunnen begrijpen, moet je eerst twee andere begrippen begrijpen en snappen hoe dat werkt. En als eerste is dat diffusie. En diffusie is, als je het misschien nog weet, de verplaatsing van stoffen van een plaats daar waar een hoge concentratie van de stof is naar daar waar een lage concentratie van de stof is. Het begrip diffusie heb ik een keer eerder uitgelegd in een video. Ik zet de link naar die video in de beschrijving. Als het goed is, ook ergens bovenin komt dan ook zo'n pop uit. Klik er even op en ga pas door met deze video op het moment dat je het begrip diffusie snapt. Dan het volgende begrip, het begrip osmose. Ook dat is een begrip waar ik al een keer eerder een video aan gewijd heb. Op het moment dat je niet weet wat osmose is, stop dan hier weer de video. Kijk eerst de video over osmose en ook die zal ik hier ergens boven zo'n linkje laten verschijnen en ik schrijf het onder in de beschrijving. Kijk eerst osmose en ga dan vanaf dat punt weer door met deze video. Dus de begrippen diffusie en osmose ga ik hier niet uitleggen, maar zijn wel ontzettend belangrijk om de context een beetje te kunnen begrijpen. Op het moment dat we het hebben over transport door membranen, dan kan het op verschillende manieren. En eventjes als opfrisse membraan bestaan uit een dubbele laag van fosfolipiden. En dat zijn als het ware, je ziet hier zitten, deze grijze bolletjes met twee gele staartjes. Zo'n grijs bolletje met een gele staart, dat is een fosfolipide. De grijze bolletjes zijn hydrofiel, die tussen aanhalingstekens houden van water. Die staartjes zijn hydrofoob. En wat er daardoor wat dat vervolgens veroorzaakt, is dat die kopjes naar de buitenkant van de cel draaien en naar de binnenkant van de cel en dat die staartjes ook naar elkaar toe draaien en dat je dus een dubbele laag van fosfolipiden krijgt en dat is dus een membraan. En dat membraan, dat is permeabel voor sommige stoffen, oftewel sommige stoffen kunnen er doorheen, bijvoorbeeld watermoleculen kunnen vaak door dat membraan heen, daar hebben ze geen hulp bij nodig, dat gaat wel vrij traag, maar het kan wel. En dat is dus een vorm van transport. En wat je dus ziet gebeuren is dat op het moment dat de concentratie opgeloste stoffen aan de buitenkant van de cel hoger is dan aan de binnenkant, bijvoorbeeld van, nou ja, laten we zeggen dat dit wat er dan dus gebeurt is dat op het moment dat er een concentratieverschil is tussen de buitenkant en de binnenkant van de cel, dan kunnen sommige stoffen door dat membraan heen naar de binnenkant of de buitenkant, afhankelijk van hoe het zit met de osmotische waarde. Op het moment dat de buitenkant een hoge osmotische waarde heeft en de binnenkant een lage osmotische waarde heeft, dan zul je zien dat bijvoorbeeld water van de binnenkant van de cel van een lage osmotische waarde zichzelf gaat verplaatsen door het celmembraan heen naar de buitenkant. Nu is het zo dat water niet zo heel snel door dat membraan heen kan. Dus er zijn bepaalde eiwitten die in het membraan zitten waar bijvoorbeeld water veel makkelijker doorheen kan. Dat heet een aquapoor en, nou ja, wat het al zegt, een porie waar dus water doorheen kan. Maar zo zijn er nog veel meer verschillende eiwitten die bepaalde stoffen doorlaten. Sommige stoffen kunnen niet door het membraan getransporteerd worden en hebben dus zo'n transporteiwit nodig om er doorheen te komen. Dit zijn vormen van passief transport. Er is geen energie voor nodig om deze stof van een hoge concentratie zichzelf te laten verplaatsen naar een plaats van een lage concentratie. Het kan wel zijn dat er in een eerder proces energie is gestopt om bepaalde stoffen daar te krijgen, bijvoorbeeld hier aan de buitenkant, maar vervolgens kan het wel automatisch weer naar binnen. Dat kan door dit soort open kanaaltjes, dat kan ook door dit soort kanaaltjes die wat meer reguleren hoeveel er naar binnen komt. Dit zijn vormen van passief transport, dus geen energie nodig voor die verplaatsing van hier naar daar, in dit geval van de buitenkant naar de binnenkant. En dat komt door de concentratieverschillen van bepaalde stoffen. Tot slot is er ook actief transport. En wat het al zegt, bij actief transport is er energie nodig om een bepaalde stof te verplaatsen. Daar wordt ATP voor gebruikt. En die ATP is de energiebron voor bepaalde eiwitten om stoffen door te laten. Dat betekent dat je met actief transport stoffen kan verplaatsen van een lage concentratie naar een hoge concentratie. Normaal gesproken is het zo dat stoffen zich verplaatsen van een hoge concentratie naar een lage concentratie, of dat bijvoorbeeld water zich verplaatst van ergens waar een lage concentratie is naar een hoge concentratie van een bepaalde stof. Maar door middel van actief transport kan een stof getransporteerd worden van een plek waar een lage concentratie is naar een hoge concentratie.
Dat kost dus energie. Dit proces zul je bijvoorbeeld terug zien komen met een kalium-natriumpomp. En die zijn belangrijk bij het overdragen van signalen door de zenuwen. Dus dit is een heel belangrijk proces dat actief transport is ontzettend belangrijk. Nou, net zo goed als het passieve transport. Maar dat actief transport, daar zitten hele gave processen achter die verantwoordelijk zijn voor zaken in ons lichaam. Dus dan gaan we ook op een later moment, zul je ook dat zeker dat actief transport weer terugkomen. Nou, wat ik net al zei, er zijn dus ook nog speciale eiwitten die speciaal zijn om water door te laten. Je ziet hier weer dat membraan met die fosfolipiden. Dit zijn dan die, schematisch gezien die eiwitten. En daar kunnen dan heel makkelijk watermoleculen doorheen. En gaat dus veel sneller dan als het water gewoon tussen de membranen door moet diffunderen. En gaat dus een stuk sneller als het water gewoon tussen de membranen door moet. De omgeving waarin cellen zich bevinden en de osmotische waarde van die omgeving kan heel veel invloed hebben op die cellen. En dan gaan we even kijken naar de invloed die het kan hebben op dierlijke cellen. In dit geval eerst dus de dierlijke cellen en in de volgende slide ook de plantaardige cellen. In de samenvatting komt dit stukje over de osmotische waarde niet letterlijk terug in tekst. Wat je eventjes moet doen bij dit stuk is dat je even meetekent met deze afbeeldingen ook van de volgende slide. Ook de afbeeldingen van de plantaardige cellen even meetekent. Dan heb je namelijk mooi getekend wat de situatie is. Dan beginnen we hier eventjes met een voorbeeld van rode bloedcellen. Op het moment dat rode bloedcellen zich bevinden in een vloeistof waarvan de osmotische waarde, dus de hoeveelheid opgeloste stoffen aan de buitenkant van de cellen groter is dan aan de binnenkant, dan zul je zien dat er water van de cellen naar buiten getrokken wordt. Want dat water kan makkelijk door die membranen heen. En dan zie je dus dat die cellen zich verschrompelen. Dat noem je dan ook wel hypertoon. Op het moment dat we diezelfde rode bloedcellen nemen en we stoppen ze in een omgeving waar de osmotische waarde gelijk is aan de binnenkant van de rode bloedcel en in de vloeistof waarin ze liggen, aan de buitenkant, dan blijven die rode bloedcellen mooi hun vorm behouden. Netto gaat er net zoveel water een rode bloedcel in als dat eruit gaat. En dan hebben ze dus gewoon de mooie bekende vorm. Nu kan het ook zo zijn dat de osmotische waarde aan de binnenkant van die rode bloedcellen hoger is dan de osmotische waarde van de omgeving. En wat je dan ziet gebeuren is dat er meer water de rode bloedcellen ingaat dan dat eruit gaat. En op een gegeven moment zullen ze dan dus kapot gaan omdat ze als het ware openbarsten, als het ware, omdat ze zich helemaal volzuigen met water. En je spreekt dan van hypotoon. Dus zo zie je dat er drie verschillende situaties zijn afhankelijk van de osmotische waarde waarin in dit geval dierencellen zich bevinden. Nu heeft de osmotische waarde ook absoluut invloed op plantaardige cellen. Maar dat ligt net iets anders, want wat je weet bij plantaardige cellen is dat die niet alleen een celmembraan hebben, maar ook nog een celwand. En dat bepaalt dus ook voor een deel wat er dan gebeurt met die plant. Nou, op het moment dat we weer kijken naar de hypotone situatie, dan is dus de osmotische waarde aan de buitenkant van de cel hoger dan de osmotische waarde aan de binnenkant. Dan onttrekt dat dus water uit de cel. Netto gaat er meer water naar buiten. Dan zie je dat celmembraan, dat slinkt heel erg. Je ziet ook dat hier de vacuole heel erg slinkt. Maar je hebt natuurlijk nog steeds die celwand die redelijk in stand blijft. Dus dan spreek je van plasmolyse. Op het moment dat we kijken naar diezelfde plantencel in een omgeving waarin de osmotische waarde gelijk is, dan is het dus een netto verplaatsing van water. Er gaat ongeveer net zoveel in als eruit. En dan zie je dus dat de hele cel als het ware mooi, ja, tussen aanhalingstekens, gevuld blijft met het celmembraan met in alle onderdelen. Dan kun je ook naar een hypotone situatie toe. En in dat geval is dus de osmotische waarde aan de binnenkant van die cellen veel hoger dan de osmotische waarde aan de buitenkant. En dan zul je dus zien dat er een netto verplaatsing van water komt de cel in. Dan spreek je van turgor en dan zie je dus ook dat het celmembraan helemaal tegen de celwand aan komt te zitten en ook druk gaat uitoefenen. Een bepaalde mate van turgor is nodig voor de stevigheid van een plant. Dat weet je namelijk op het moment dat je een plant bijvoorbeeld een tijdje geen water geeft, dan zul je zien dat er dus minder water in die cellen komt en dan wordt een plant dus slap. En op het moment dat er een klein beetje druk zit door het water in die cellen, dan zul je dus ook zien dat zo'n plant mooi stevig blijft staan. Dan is hier nog de samenvatting en is het einde van de uitleg van Basta 5.